Ik onderzoek de huizenmarkt. Ik onderzoek wat de invloed is van overstromingsrisico op huizenprijzen. En daarmee kijk ik ook wat de impact is van klimaatverandering op huizenprijzen. Dus wat gebeurt er met klimaatverandering als overstromingen steeds frequenter worden? En wat voor uitwerking heeft dat uiteindelijk in de markt? Nee, ik kijk eigenlijk voornamelijk naar huizen in de Verenigde Staten. Dat zijn gebieden die door orkanen heel vaak overstromen. En het gekke is eigenlijk dat mensen in de Verenigde Staten heel anders op die overstromingen reageren dan wij dat zouden doen. Wij zijn in Nederland heel erg gewend om ons bij voorbaat al te verdedigen. En in Amerika gaan ze veel meer ermee om van, nou, het is gebeurd en we ruimen onze shit weer op en dan gaan we weer verder. En wat je dan ziet is dat er in de Verenigde Staten echt huizen zijn die gewoon aan het strand liggen, waar de zandzakken van de vorige overstroming bewijzen van er nog liggen. En op den duur zullen die huizen gewoon simpelweg opgeslokt worden door de zee. Nou, niet helemaal. Ik ben er wel eens geweest voor mijn onderzoek, maar ik zit voornamelijk toch wel gewoon in Nederland. Dus ik werk voornamelijk gewoon achter een computer. Ik ben bezig met een wiskundig model. Daarmee kijk ik dus hoe mensen reageren op overstromingen en probeer ik dat te vertalen naar wiskundige vergelijkingen om zo ook voorspellingen te kunnen doen. Nee, zeker niet. Ik vind het vooral leuk om echt bezig te zijn met die data. Dus echt bezig te zijn met die wiskundige vergelijkingen. Bezig te zijn met het vertalen van dingen die je in de wereld ziet naar een wiskundige vergelijking. Want wiskunde kun je heel erg goed toepassen op allerlei problemen in de maatschappij, allerlei wetenschappelijke problemen. En daarmee kun je dus ook dat soort problemen beter oplossen, beter leren begrijpen en ook beter voorspellen. Ja, ik ben van huis uit ecoloog en ik wil eigenlijk ook na mijn PhD weer terug naar die ecologie en met name terug naar de natuurbescherming. Je kunt wiskunde dus ook gebruiken bij het beschermen van neushoorns en olifanten. Om een concreet voorbeeld te noemen, mensen die maken allerlei economische keuzes om hun gebied te beheren, maar uiteindelijk hebben dieren daar ook een plaatsje in. En ik wil graag kijken naar hoe je nou een neushoorn of een olifant kunt kwantificeren, zodat je een waarde ook kunt toekennen aan een olifant, zowel levend als dood, om uiteindelijk ook mensen te laten inzien hoe belangrijk het is om die dieren te beschermen. Faces of Science.